Als VVB-voorzitter van de provincie en ondervoorzitter van de vereniging heet ik u allen van harte welkom op deze mooie plek die dateert uit de 12e eeuw. Deze zomer verklaarde onze spreker Peter Vinke in het Palieterke dat in één zin uit het gebed van het vaderland hem nauw aan het hart ligt. Deze zin is dat ons volk niet mag ondergaan in haat, in broedertwist en schande. Want wat onze kracht verdeelt, breekt ze uiteindelijk. Het is eigenlijk al heel lang mijn droom om een keer te mogen spreken op een nieuwe receptie van de Vlaamse Kerk. Ik vraag mij af waar N-VA en Vlaams Belang al zo lang op zoek is. Deze morgen heeft Conor Rousseau gewoon de oplossing in de krant gezet. Herverkiezingen zijn het einde van België. Hij reikt zowaar een oplossing aan de man. Met de stand van dit tricolore land is het ongeveer vandaag gesteld als met mijn eigen auto. In het keuringsstation werd ik een week terug getrakteerd op een rode kaart. Maar des te meer geldt dit voor dat koninkrijk van hier. Ik ga u zeggen, het bilan is nog problematischer dan de staat van mijn stalen ros. België vandaag is verworden tot een uitgewoond pand met een krakkemikkige aanwas van lekkende koterijen en met bovenop nog een communautaire asbestlaag als dakbedekking. We hebben als Vlamingen, als het over samenwerken gaat, geen goede trackrecord, denk ik. Er zijn veel verschillen in onze Vlaamse beweging. Maar die verschillen moeten niet noodzakelijk samenwerking onmogelijk maken. En nu we toch weten dat we ons gemeenschappelijk doel bijna bereikt hebben, moeten we beginnen nadenken over samenwerken. En verschillen, en zo heet dat in onderneming, als je ondernemer op zoek gaat om je organisatie op poot te zetten, zoek je naar verschillen. Want verschillen zijn verrijkend. Wij Vlamingen zijn geen verdrukt volk. We zijn dus geen verdrukt volk, maar een ziek volk. Ons orgaan durf is onderontwikkeld. Daarom denken wij met de Vlaamse Volksbeweging dat dat het thema wordt, durf, voor 2020 van ons actieprogramma. We hebben een witboek op de markt gebracht, een witboek Vlaamse staatsvorming. En daarin, ik zou zeggen, dat staat centraal in het ontwikkelen van ons actieplan voor Vlaamse onafhankelijkheid. Dat is een boekje, het is niet te dik, in een begrijpelijke taal, proactief. En het geeft ook, laat ons zeggen, op een eenvoudige manier een aantal doorslaande argumenten om te zeggen dat we beter voor onszelf zorgen in een onafhankelijk Vlaanderen. De Vlaamse onafhankelijkheid wordt dus voor de VVB ons hoofddoel en dat is trouwens de bestaansreden van onze Vlaamse volksbeweging. En voor alle duidelijkheid, voor ons hoeft die onafhankelijkheid niet per se links te zijn, ook niet rechts te zijn of averechts te zijn. Wat is wel belangrijk? Belangrijk is dat we streven naar een staat waar de Vlamingen en Vlaanderen zelf autonoom kan bepalen, vrij en democratisch, of het nu links, rechts of averechts moet zijn. En dat is in de huidige Belgische context allesbehalve onmogelijk. N-VA, Vlaams Belang, 1. Zorg dat je de volgende keer de absolute meerderheid hebt. Dat is een 1. En als je dat niet hebt, neem dus noods de sossen erbij. Hè. Zet de verschillen aan de kant voor het gemeenschappelijk doel. Zodat we als Vlaanderen alleen kunnen verder gaan. Bij verkiezingsoverwinningen en in periodes van partijpolitieke hoogconjunctuur wordt er nu en dan eens in het partijhoofdkwartier, maar dat zal te gevolgen van misschien ja, te veel brandewijn, je weet nooit. Maar er wordt dan geopperd dat de partij Ongebonden Vlaamse Nationale Beweging en eigenlijk in het bijzonder de Vlaamse Volksbeweging misschien dan toch maar beter de boeken sluit en het aan de partijen overlaat om de Vlaamse staat in de stijgers te geesten. Als jullie morgen de Vlaamse onafhankelijkheid bewerkstelligen, dan sluit ik direct 's avonds de boeken van de Vlaamse Volksbeweging. Ondernemen is een droom hebben en mensen meenemen in die droom. Meenemen in die droom, in het West-Vlaams zeggen we, onder een kopzot maken. Je hebt een droom en je maakt de mensen onder een kopzot om ze mee te nemen in die droom. En als je daarvan uitgaat, dan moet je kansen krijgen
En dan ben ik bezig over ons Vlaanderen. Heel binnenkort gaan we alleen verder. Moeten we een, nu hebben we nog veel meningsverschillen. En, maar één, heel binnenkort, in ons leven nog, gaan we alleen verder. Het tweede belangrijk thema van onze jaarwerking in 2020 staat in het teken van het Nederlands. Indien we onze eigen Nederlandse cultuur en identiteit een beloftevolle toekomst willen garanderen, dan kan dat eigenlijk alleen maar in onze gemeenschappelijk gedeelde taal, het standaard Nederlands. Voor ons, in Vlaanderen, is dat de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur. Heel binnenkort, als we als Vlaanderen verder gaan, is dat onze uitdaging. De Chinezen zeggen, mislukking is de moeder van het succes. Dat is het verhaal van ons familiebedrijf van de afgelopen 108 jaar, is een verhaal van vallen en opstaan. Voor ons nieuwe Vlaanderen, zal weer een verhaal van vallen en opstaan worden. Leren uit onze fouten, mislukking is de moeder van het succes. Eigenlijk een dringende en dwingende oproep namens de Vlaamse Volksbeweging aan alle Vlaamse partijen en in bijzonder aan de V-partijen. Als jullie het echt menen met confederalisme / Vlaamse onafhankelijkheid, dan is het onoorbaar om in een federale regering te stappen die dat thema niet in haar programma meeneemt. Het gaat duidelijk zijn, nog eens 5 jaar communautaire stilstand en de boel in de diepvries doppen naast de kip en de diepvrieskroketten, dat is, om het mooi te zeggen, not done. Vlaanderen mag niet langer, zoals het nu het geval is, geregeerd worden. Vlaanderen moet zelf regeren. Het is voor ons van de VVB dan ook evident dat als er een nieuwe regering komt, in afwachting van en op weg naar de Vlexit, dat deze geleid wordt door een Vlaamse premier en gedragen wordt door de meerderheid van Politiek Vlaanderen. Voor minder gaan we. Namens mezelf, in naam van de Vlaamse Volksbeweging, mijn oprechte wensen, of de oprechte wensen, voor een gezond, gelukkig en vooral strijdbaar 2020 vanwege uw edele goedwillige dienaar in alles wat ik lichtelijk vermag. Ik dank u.